Dit is Nieuwsmix van december 2014. Welkom bij Nieuwsmix TV. Een maandelijks tv-programma van de lokale Omroep Mail. Met interviews, nieuws en sfeerbeelden van activiteiten uit Mail, Langeboom, Sint Hubert en Wilbertoord. Kortom, dit is Nieuwsmix TV. Nieuwsmix TV. Tijdens een roadshow langs de 5 gemeenten in het land van Kuik ging Gelderlander Nieuwscafé in op alle veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk. Aan het woord kwamen cliënten, wethouders, mantelzorgers en zorgaanbieders. Journalist Herman Wissink van de Gelderlander vroeg de gasten het hemd van het lijf. Erik van Naal, wethouder van de gemeente Mil, welkom. Dank je. Wat er wordt verwacht is uitleg. Uitleg over hoe het ervoor staat. We gaan richting 1 januari. 1 december hebben we al gehad, dus het is minder dan een maand. Dus de vraag is eigenlijk, hoe is de stand van zaken? Er is veel onzekerheid bij de mensen. Mensen die zorg moeten krijgen, maar ook de mensen die zorg moeten verlenen. Hoe is het dan van zaken? En gaat alles op 1 januari gewoon door, zoals men hoopt? Ja, om te beginnen, er zijn ook een aantal, voor mensen althans, onduidelijkheden, dat klopt. Ik kan wel zeggen, we gaan 1 januari in alle drie de transities van start. Wat we klaar moeten hebben, dus de basis die klaar moet zijn, is klaar. Dus heb je het over het operationele. Dus als mensen bijvoorbeeld met een op 5 januari, dan begint de BV in Nederland weer te werken. Als mensen op 5 januari bij ons komen met een nieuwe zorgvraag, bij het WMO-loket bijvoorbeeld, dan zijn onze mensen daarop voorbereid. Ze zijn getraind, ze weten wat ze moeten doen. Als het gaat over de contractering van alle zorgpartijen op een paar puntjes die nog afgewikkeld moeten worden, daar zijn we ook mee klaar. Dus de instanties die zorg moeten gaan verlenen na 1 januari, die hebben, ja, ik durf wel ongeveer te zeggen van 99% en nog een beetje achter de komma, hebben ze de contracten getekend. Dus dat is ook geregeld. Er zijn nog wat punten. Ik weet dat er nog veel onduidelijkheid en onzekerheid heerst bij de mensen, ook in Mil en Sint Hubert, als het gaat over het fenomeen dagbesteding. Ja. Zoals u alle weet heeft Pantijn besloten, nog niet zo lang geleden, om daar per 1 januari mee te stoppen. Betekent dus dat wij als gemeenten, niet alleen Mil, maar het geldt sowieso in het hele land van Kuik, aan de slag moeten om ervoor te zorgen dat 5 januari de deuren van de dag van de ruimtes waar dagopvang wordt gegeven, dat de dagbesteding, dat die weer open kunnen gaan en dat er ook weer mensen zijn die zorg gaan verlenen. Ik kan u wel zeggen dat we er in een heel vergevorderd stadium zijn. Ja. Of we van de week al uitsluitsel kunnen geven, dat weet ik niet zeker. Ja, het zag er even uit. Dat er vandaag misschien wel nieuws zou zijn, maar dat kan nog heel even op zich wachten. Heel even, maar de witte rook die hebben we eventjes naar achteren verplaatst. Maar uiterlijk medio volgende week, maar mijn beeld erbij is dat het toch wat eerder kan, kunnen we daar definitief uitsluitsel over geven. Er komt dus witte rook, dat is duidelijk. Ja, er komt witte rook. Ja. Contracten zijn gesloten. Het gaat natuurlijk niet alleen om de mensen die zorg moeten verlenen, maar ook om de mensen die zorg krijgen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de herindicatie? Ik weet dat het voor veel mensen lastig is die zeggen van alles gaat al jaren, het gaat al jaren goed. En dan komt er in één keer iemand die komt bij mij kijken of ik mijn huishoudelijke hulp wel kan blijven hebben. Of dat de zorg die ik aan huis krijg wel zo kan blijven. Hoe staat het daarmee? Zoals veel mensen ook al weten, zijn er dit jaar al heel veel herindicaties als het gaat over huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Die zijn er zijn er al een heel groot aantal geweest. Daar zijn we al met de nieuwe systematiek gaan werken. Dat heeft voor heel veel mensen ook betekend dat ze huishoudelijke hulp, althans uren, hebben in moeten leveren. Dus dat proces gaat niet in 1 januari 2015 van start. Maar dat is eigenlijk al in de loop van 2014 van start gegaan. Voor mensen waarvoor nog geen herindicatie heeft plaatsgevonden in 2014, zoals u alle weet, is 2015 een overgangsjaar. Dat betekent dus mensen die nu nog een zorgindicatie hebben, die sowieso
2015 blijven houden maximaal. Maar het kan zijn dat voor hun, voor sommige mensen, dan nog een herindicatiemoment is in de loop van 2015. En dan wordt ook opnieuw bekeken wat dan, hoe dan omgaan met de zorg, behoefte, et cetera. Maar die mensen die krijgen ook allemaal een gesprek met ons. Ja. Is het logisch of voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb al jaren krijg ik 4 uur in de week huishoudelijke hulp. En nou is het eigenlijk nog maar 2 uur. Ik weet niet hoe ik de boel schoon krijg. Hoe wordt dat opgelost? Dan zal, goed, die indicatie, die is leidend, zeg maar, die 2 uur, zoals u die stelt. Ja, het is misschien niet het meest fijne verhaal om te horen. Maar, ja, mijn... Daarom stel ik hem ook. Daarom hoor, dat weet ik helemaal. Anders, maar het beeld erbij is ook, er wordt gewoon goed gekeken van wat is nodig. Dus hoeveel tijd is nodig? Er wordt naar de persoonlijke situatie gekeken en dan wordt er niet alleen gekeken naar de huishoudelijke hulp, zeg, maar er wordt ook naar andere zaken gekeken. Er wordt tevens dan tijdens zo'n gesprek gekeken, zijn er nog meer zaken die spelen? Andere dingen... Familie die ingezet kan worden? Bijvoorbeeld familie die ingezet kan worden, ik draai er ook niet omheen. Dat wordt ook een heel belangrijk punt, er wordt ook gekeken naar... Hoe onvriendelijk het misschien ook klinkt, maar wat kunt u zelf nog? Dus dat zijn allemaal zaken die straks ook bij de herindicaties en bij de gesprekken die onze WMO-consulenten dan ook gaan voeren met de mensen, wordt dat allemaal betrokken. Ja, u hoeft dat niet zelf te doen, hè, voor de duidelijkheid. Ik? Nee. De dagbesteding is net al te sprake geweest. Ja. Nou was het vorige week, of de week ervoor, dat Pantijn in één keer kwam van we stoppen ermee. Dat is lekker zo'n maandje. Nou, was niet vorige week en ook niet 2 weken terug, net iets eerder. Nou ja, goed, het momentum is, was misschien niet het meest gelukkige, laat ik dat durf gerust te stellen. Er waren al eerder, was er toch wel sprake van dat Pantijn aan het heroverwegen was om te kijken van, goh, is dagbesteding, past dat nog wel in onze core business? De echte signalen, tenminste is mijn perceptie bij en interpretatie erbij, is wel dat, ja, wij hadden in ieder geval, laat ik het zo stellen, niet het beeld van dat gaat dan ook meteen per 1 januari gebeuren. Maar heb je dan genoeg tijd om dat op te gaan vangen in een goede maand? Als iets moet, dan moet het. Dan moet het. En dan sta je er toch af en toe versteld van hoe snel zaken in beweging komen. En ja, er gaat gewoon heel veel tijd in zitten, maar het heeft gewoon onze topprioriteit op dit moment. Want het uitgangspunt is, en het gaat ook gewoon gebeuren, op 5 januari gaan de deuren van de ruimtes weer open. En dan is er staan er gewoon mensen die de dagbesteding gaan verzorgen. Ja. Huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg, we hebben het er net al even over gehad. De gemeente Mil en Sint-Hubert gaat samen met Kuiken en Graven in ieder geval een toelage aanvragen voor zijn huishoudelijke hulp. Voor Mil gaat dat om 52.000 euro. Wat gaat er met het geld gebeuren? Dat geld dat is eigenlijk een maatregel vanuit het Rijk, omdat de huishoudelijke hulp toch in veel gevallen wordt teruggebracht. Dat zou betekenen dat er ook minder medewerkers nodig zijn die huishoudelijke hulp verlenen. Dat ook meer mensen andere mogelijkheden van huishoudelijke hulp gaan bezien. En om toch ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen behouden kunnen blijven binnen het werkveld, zeg maar. En het ook voor mensen die huishoudelijke hulp afnemen betaalbaar te houden, heeft het Rijk een bijdrageregeling in het leven geroepen. En daar hebben wij dus ook een aanvraag voor ingediend. Dat betekent dus dat het Rijk, ervan uitgaande dat het tarief voor een 1 uur huishoudelijke hulp is dan vastgesteld op 23 euro. Vanuit die rijksregeling hebben wij dan 12,5 euro beschikbaar per uur die aan de zorgverlener kan worden betaald. Diegene die huishoudelijke hulp verleent, de instantie. En zelf betaalt diegene die de huishoudelijke hulp afneemt een eigen bijdrage van 10,5 euro. Dus dat is, ja... Als je het vergelijkt, ga zelf maar een huishoudelijke hulp inhuren of zoeken, dan ben je ook minimaal dat bedrag kwijt. Dus. Ja, dat gaat dan, dat geldt voor mensen die zorgvragend zijn, maar ook, het kan ook voor mantelzorgers hebben begrepen. Die kunnen dat ook aanvragen.
ben ik er eens erg tegengekomen, als iets moet zeggen. Nou, dan dat is voor mij nieuw, maar ik neem zonder meer aan dat dat kan, ja. Ja. Het gaat in de transities heel veel over de zorg, wat minder besproken wordt, en we gaan het vandaag nog wel doen, dat is de participatiewet, het werken voor mensen die wat afstand hebben tot de normale werkende wereld, zal ik maar zeggen. Hoe zit dat in Willem? Dat pakken wij op in regionaal verband. Dat is minder actueel, ook in de pers en zo. Maar het komt er in feite op neer dat wij hebben natuurlijk al mensen in de WWB-uitkering. Wat er verandert per 1 januari is het feit, maar daar zal Jos Kanton straks ongetwijfeld veel meer over kunnen vertellen, is dat er geen WSW, nieuwe WSW-indicaties meer worden verstrekt. Dat betekent dus mensen die normaliter, als de veranderingen niet zouden komen, nog een WSW-indicatie aan zouden kunnen vragen, die komen straks bij ons terecht. Dus daar hebben wij dan als gemeente de verantwoordelijkheid voor om ze weer te begeleiden naar een plek. Er komt het instrument loonkostensubsidie. Dat betekent dus dat je een gedeelte van het uitkeringsbudget dan ook in kunt zetten als loonkostensubsidie, waarmee je dus een subsidie kunt verstrekken aan werkgevers en die daardoor ook over de streep kunt trekken om mensen vanuit een uitkeringssituatie, maar die nog zeker arbeid kunnen verrichten en ook geschikt zijn voor de arbeidsmarkt, om daar die ook beter te kunnen plaatsen. We hebben, wat is ook nieuw, sluiten we een pilotproject af met de IBM. Die gaan 1, maximaal 2 jaar ons ook, voor ons in ieder geval, dat traject ook begeleiden. Dus die gaan mensen ook begeleiden naar een werk in het reguliere bedrijfsleven of binnen het eigen IBM. En die gaan ook voor ons begeleiden in beschut werktrajecten. Dus het is eigenlijk voor mensen die in het normale bedrijfsleven niet op hun plek zijn en die op een andere manier werk of daar besteden. Ik denk inderdaad dat Jos Kanton daar straks van alles over gaat ongetwijfeld vertellen. Erik van Daal, bedankt voor de aanwezigheid en de uitleg. Ik hoop dat er iets meer duidelijk is geworden. Mochten mensen straks nog vragen hebben, na het nieuwscafé is er natuurlijk altijd gelegenheid om mensen persoonlijk aan te spreken. GECOMI, leverancier van landbouwwerktuigen, heeft van 11 tot en met 13 december open dagen gehouden. Wij waren ook uitgenodigd en zijn een kijkje gaan nemen.
De moonlight shopping is door het slechte weer deels afgelast. Het buitengebeuren in de kerk en Hoogstraat ging niet door. De winkels waren wel open en in het cultureel centrum Millesweert was een kerst- en hobbymarkt met live muziek. Zaterdag 13 en zondag 14 december was het weer Winterfair in Fitland XL. Van bierbrouwers tot tatoeages en van sieraden tot voeding waren aanwezig. Het goede doel waar tijdens de Winterfair bij stil werd gestaan is de stichting Een Glimlach Doet Wonderen. Dat is een stichting die zich inzet voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn. Na de Winterfair ziet u een special over verkeersborden die per 1 januari nieuw zijn en onveilige verkeerssituaties in Mil. Aan de hand van voorbeelden kunt u zien hoe het niet en hoe het wel moet. Thank you.
We beginnen bij de lokale omroep Milne met een nieuw verkeersprogramma. En dat verkeersprogramma dat wordt mede mogelijk gemaakt door Roy Mengerink. Daarvoor bedankt, Roy. We gaan straks een aantal verkeerssituaties onder de loep nemen, maar we beginnen voor de kijkers met een aantal nieuwe verkeersborden die in januari 2015 van stal gehaald zijn of worden. Ja, 14 nieuwe verkeersborden, oftewel 7 keer 2. Dus een begin van een bord en een einde van een verkeersbord. Die laten we eerst voor de kijkers zien. Maar wij gaan ondertussen, terwijl we wachten voor deze auto, naar jouw auto. En we gaan naar de situaties in Milne waarvan wij denken en jij ervaren hebt dat er problemen zijn. Dat wil zeggen dat mensen niet precies weten hoe het werkt. Ja, dat klopt. Er zijn nogal wat situaties. En samen met de LOM gaan wij wat verkeerssituaties in, buiten Mil, binnen Boudekom, buiten Boudekom met jullie doornemen. Stappen in. Dat gaan we doen. De eerste verkeerssituatie die onduidelijk is, tenminste de meeste mensen vinden hem onduidelijk, die is hier bij Millesweert. We verlaten hier de weg bij Millesweert en Roy, of zit ik nou wel fout? Ja, door vele mensen wordt gezien als een gelijkwaardig kruispunt, omdat er verder geen borden staan geplaatst. Maar het is heel simpel gezegd een uitritsituatie. Dus dat houdt eigenlijk in de mensen die hier van de kerk afkomen rijden, hier van Millesweert, richting deze kruising. Die moeten andere mensen voor laten gaan. Oftewel alle bestuurders en alle voetgangers voor laten gaan. Hoe komt dat? We spreken hier van een verlaagde trottoirsituatie of een verhoging direct aan de kruising. Maar nu hebben we dus een verlaagd trottoir direct aan de kruising. En dan spreken we van een uitritsituatie. We hadden zojuist de uitrit bij Millesweert, Roy, maar hier hebben we nog iets dergelijks. Ja, hier hebben we inderdaad nog iets dergelijks. Eigenlijk hetzelfde. Ook hier heb je dus een uitritsituatie. Een directe verhoging aan de kruising. Zoals bij Millesweert een verlaging was, hebben we hier dus een verhoging direct aan de kruising. Geeft van minder problemen. Waarom? Omdat dit toch al een voorrangsweg is die hier kruist. Dus de mensen schrikken hier wat minder van. Maar die verhoging zegt dus ook dat dit een uitrit is. Eigenlijk hetzelfde. Verlaat je hier richting de wissel de weg. Dan moet je iedereen daarbuiten ook voor laten gaan. Dus alle bestuurders, maar ook voetgangers. Nieuwe verkeerssituatie bij de Brede School en het Merlet hier in Milne. Roy, wat is hier het probleem? Ja, het hoeft geen probleem te zijn, maar het is vaak een probleem. Hier steken natuurlijk 's morgens tussen de middag en tegen de avond aan rond een uur of kwart voor vier veel kinderen over met hun papa en mammetje of opa en oma. Hier liggen snelheden vaak veel te hoog. Dit noemen ze een schoolzone, staat ook direct vooraan aangegeven schoolzone. Veel mensen denken dat het dan ook nog eens 30 zone is, maar dat is het hier helemaal niet. Het is gewoon een 50 weg die hier ligt.
de Langeboomseweg. Maar er ligt ook duidelijk aan alle kanten hier een VOP, oftewel een voetgangersoversteekplaats, oftewel een zebrapad. En dat wil dus zeggen dat alle voetgangers daarop voorrang hebben. En natuurlijk ook rolstoelers die een zebrapad gebruiken. Mensen moeten daar echt goed mee uitkijken, goed op letten dat de snelheden laag liggen. En echter opletten, vooral ook als de verkeersbrigadiers er staan. Want als die er staan, dat zijn degenen die op dat moment uitmaken wie gaat rijden of gaat lopen. De rotonde, Roy Mengerink, waar moeten we hier op letten? En hoe zit het met de knipperlichten? Ja, hoe zit het met de knipperlicht bij de mini-rotondes, zo noemen wij het mooi. Vroeger waren het allemaal kruispunten. Tegenwoordig heb je meer mini-rotondes. Mini-rotondes is veiliger. Er gebeuren niet minder ongevallen, maar minder letselongevallen. Vooral grotere letselongevallen. Houd in, als je een rotonde nadert, ga je de eerste weg eraf. Dan geef je richting aan naar de rechterzijde. Ga je de tweede afslag eraf op een rotonde, dan geef je na de eerste afslag richting aan naar de rechterzijde. Dus van tevoren helemaal geen richting. Ga je de derde afslag eraf op een rotonde, geef je van tevoren bij de nadering van de rotonde richting aan naar de linkerzijde. En na het tweede afslag geef je richting aan naar de rechterzijde. Verder is wel uitkijken als je de rotonde nadert, want de gemeente heeft ook bepaald dat niet alleen een voorgangsrotonde is voor alle bestuurders, maar ook voor voetgangers. In verband met de school in de buurt natuurlijk, ligt er ook een zebrapad. Dus ook voetgangers bij deze rotonde, bij het naderen, voor laten gaan. Roy, dan hebben we nog een rotonde bij de Beerseweg. Als we dan rechtsaf slaan richting het Lagerhuis, dan komt er aan de rechterkant ook weer een straat. En daar kom ik nog wel eens ooit van afrijden. En ik zie dan nog wel eens ooit iets gebeuren wat jij ook ziet. Ja, dan bedoel je waarschijnlijk helemaal de richtingaanwijzer. Precies. Ja, dat klopt inderdaad. Als je daar de rotonde verlaat bij het park en je gaat richting Beers, dan kan de richtingaanwijzer relay het in feitelijk niet aan dat hij weer uitspringt. Dus dat houdt in, mensen die de rotonde verlaten, moeten er heel goed op letten dat ze die richting zelf ook meteen weer in de neutraalstand zetten. Want mensen die uit die eerste beste zijweg komen, daar vanuit richting Haps, menen wel eens dat de mensen die van de rotonde afkomen, van, dat die gaan rechtsaf. En die zijn lekker aan het optrekken richting Beers. Daardoor zijn daar ook al verschillende ongevallen gebeurd. Dus soms kan de relay van de richting het niet aan, omdat er een flauwere bocht in de weg ligt. Dus zelf die richting daar uitzetten. Iets voor de gemeente om een bordje te plaatsen, denk aan uw knipperlicht? Nou, ik vind dat misschien een beetje te ver gaan. Ik denk dat mensen zelf hun verantwoording moeten nemen en de richting netjes uit moeten zetten. Ja, dan kom je bij de schuldvraag natuurlijk. Degene die een voorrangsweg nadert, zal altijd alle bestuurders van links en rechts voor moeten laten gaan. Ook al staat die richtingwijze aan. Roy, de markt in Mil, wat valt hier te vertellen? Ja, de markt in Mil, ook een hot item vaak, want hier ligt gewoon een eenrichtingsweg op deze markt hier in Mil. Want als je daar bij blokken erin rijdt, wordt het ook duidelijk aangegeven dat het een eenrichtingsweg is. Met daarbij parkeervakken. Iedereen, het is niet goed te zien, maar er liggen pijlen hier op dat marktplein. Dus je hebt ook nog een verplichte rijrichting en dan komt het. Dan verlaat je deze marktplein en dan krijg je veel de vraag van hoe zit dat nou? Is dat nou een uitritconstructie of is het een gelijkwaardig kruispunt? Nou, het is gewoon een uitrit, maar om dat te verduidelijken heeft de gemeente onlangs daar ook een bord neergezet. Dus verlaat je hier het marktplein, dan zie je ook een witte bordje staan met daarop de tekst u verlaat een uitrit. Wat dus inhoudt, iedereen daarbuiten van links en rechts voor laat gaan. Alle bestuurders en voetgangers. En hier iets verderop zien we een gele streep en een blauwe streep, een kleurrijk geheel. Hoe zit het nou met die gele en die blauwe zones? Ja, inderdaad, kleurrijk. De gele doorgetrokken streep is altijd een tijdelijk stukje. We kennen allemaal wel het bord met een kruis erin. En dan praten we over een stopverbod. Een gele doorgetrokken streep, dan praten we ook over stopverbod. Maar dat is vaak een tijdelijk stukje. En dat zie je hier bij de Rabobank ook duidelijk. De blauwe streep, dan hebben we te maken met een parkeerzone of een parkeerschijfzone. Dat kennen we allemaal in Mil wel. Heel veel blauw. Mag je alleen maar parkeren bij de blauwe streep of bij de parkeervakken. En dat mag voor een maximale tijd van 2 uur. Wil je langer parkeren, dat kan. Dan zou je zeggen, dan loop ik naar de auto toe. En dan ga ik even de parkeerschijf opnieuw draaien. En dan ren ik weer weg. Maar dat mag niet. Als je eerst weer actief aan het verkeer deelneemt, terugkomt en in hetzelfde vak weer terugzet, dat zou wel mogen.
De lokale omroep heeft in zijn bestaan al veel bijzondere hobby's van inwoners uit onze gemeente onder de loep genomen. Daarbij kregen we soms verrassende zaken te zien. Vandaag zijn we te gast bij het Roosje uit Langeboom. Dus we gaan... schieten. Om te kunnen schieten heb je een afgeschermde plek nodig. Deze heeft het Roosje gevonden in de Wis. Schietvereniging Het Roosje is in februari 1970 opgericht door de gebroeders Van Hout en Vervoort. En die schoten de eerste 3 jaren in café Het Hert bij Riek en Albert Bens. Daarna is de club verhuisd naar het Huukske en heeft daar 12,5 jaar geschoten. Na deze Huukske-tijd is de club weer teruggekeerd naar Het Hert, waarvan de naam later door John en Rita werd omgedoopt in de Bens. Na vele jaren met veel plezier in de genoemde horecagelegenheden geschoten te hebben, kregen we in 2008 de kans om in het gemeenschapshuis De Wis te gaan schieten en grepen deze met beide handen aan. Daar schieten we nu en hopen dat nog lang te kunnen blijven doen. Voor er geschoten kan worden, moeten de banen eerst opgebouwd worden. Deze zijn netjes weggewerkt achter een houten paneel. Onze schietvereniging heeft 9 banen, welke alleen geschikt zijn voor luchtdrukwapens, zoals luchtgeweer en luchtpistool. Een schietbaan is 10 meter lang en bestaat uit een kogelvanger, een transporteur en een balie. Voor elke sport is er speciale kleding gemaakt. Ook voor de schietsport is het belangrijk en heeft kleding een speciale functie. De kleding geeft stabiliteit en zorgt ervoor dat de doorbloeding naar de ledematen op normaal niveau blijft. De kleding wordt volgens ISSF-normen gekeurd en mag op bepaalde punten niet dikker zijn dan de voorgeschreven wetten. De schutter op hoog niveau heeft niet alleen speciale schoenen, maar ook speciaal ondergoed. Door de stugheid van het materiaal wordt het een lastig karwei om je aan te kleden.
Voor de serieuzere schietsport, zoals bij onze vereniging, maken we gebruik van speciale wedstrijdwapens met een kaliber van 4,5 mm. De wapens hebben een hogere precisie en hebben geen optische middelen in het vizier. Vroeger werkten de wapens met een veerspanning, de zogenaamde breekbux en zijspanner. Daarna werden de wapens doorontwikkeld met CO2 en gecomprimeerde lucht. Deze wapens gaven minder terugslag en waren rustiger in de schotuitgifte. Dit alles werd verder geoptimaliseerd met het gebruik van CO2 en perslucht met een werkdruk van 200 tot 300 bar. De hedendaagse persluchtwapens zijn voorzien van een cilinder. Deze kan van het wapen af worden geschroefd en gevuld worden via een soort van duikfles, welke een werkdruk heeft van 200 of 300 bar. Daarna kan het wapen getest worden in een testbank. De bedoeling hiervan is om te kijken welke kogel het beste past bij het wapen en of de werkdruk en de kogelsnelheid constant zijn. Op het kaartje wordt 10 keer geschoten. In een perfecte situatie gaan alle kogels door hetzelfde gaatje. Na afloop kun je een kogeltje in het kaartje duwen en als het goed is valt dit dan niet uit. Door de ontwikkeling van de wapens hebben deze een futuristisch uiterlijk gekregen. Er zitten tal van palletjes, schroefjes en boutjes op, zodat het wapen voor een gevorderd schutter volledig op zijn lichaam afgesteld kan worden. Bij het schieten gebruiken we schietschijven voor luchtgeweer met een visueel met een doorsnede van 30 mm, waarvan het roosje, het middelste puntje op de schijf, een doorsnede heeft van een halve millimeter. Bij luchtpistool is het visueel groter, 60 mm, waarbij de roos 10 mm groot is. Om de doeltreffendheid te vergroten is het belangrijk dat je goede kogeltjes gebruikt.
Dit zijn loodjes in de vorm van een diabolo met een kaliber van 4,5 mm. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende serienummers met kopmaten variërend van 4,48 tot 4,52 mm. Belangrijk bij het schieten zijn de volgende aspecten: concentratie, techniek en de juiste ademhaling. Alles begint met het opbouwen van een goede nulstelling. Een nulstelling is de lichaamshouding ten opzichte van het doel. Daarna dient de schotcyclus, de exacte handelingen om tot een goede aanslagpositie te komen, correct te worden uitgevoerd. Ten slotte is het richten, het centreren en het afdrukken, maar ook het narichten, belangrijk voor een goed resultaat. Schieten kan ook in familieverband gedaan worden. Hier neemt de kleinzoon het op tegen zijn opa. In de schietsport zoals wij beoefenen zijn er diverse disciplines. Door de jonge, minder valide of oudere leden mag er opgelegd geschoten worden, zowel met luchtpistool als luchtgeweer. De meeste schutters bij het roosje schieten met een geweer, maar ook met een pistool kan geschoten worden. SV Het Roosje mag dan geheel uit mannen bestaan, vrouwen zijn echter ook welkom. Andere verenigingen hebben wel vrouwelijke leden, dus bij uitwisseling zijn er wel dames aanwezig die dan heus hun mannetje staan. Na het schieten worden de schijven automatisch geteld met een DISAG-machine die ten allen tijde van de midden uit meet. Dus de exacte grootte van de kogel is hierbij niet van belang. Via de landelijke rankingcompetitie kunnen alle schutters uit de hoogste categorieën zich selecteren voor de nationale kampioenschappen, welke elk jaar worden gehouden in Papendal. Voorafgaande deze wedstrijd wordt van elke schutter het wapen, uitrusting en kleding zorgvuldig gekeurd. Op baan G, Peter Hellenbeland. Cilinder erbij, met een cilinder natuurlijk. 53-73. Maatje 1. Kijk naar die maat. Die is gewoon de jas. Goed dat Nederland voorgespeeld.
één zak, dat er allemaal in zit. Een lepel. Een lepeltje. Ja, dat is ook niet. Ik kwam van de andere kant. Geen binnenzakken. Ook de laatste keer. De wedstrijd gaat over 60 schoten, welke binnen anderhalf uur verbracht moeten worden. De beste 8 uit de voorronde plaatsen zich rechtstreeks voor de knock-out finale, waarbij elk shot op 1 decimaal wordt beoordeeld. Uiteindelijk wordt dus de allerbeste schutter in een 1 tegen 1 duel de nationale kampioen. Na het schieten is er tijdens en na het tellen tijd voor ontspanning. Mogelijk krijgt men na dit alles de indruk dat de schietsport erg kostbaar is. Zoals bij veel sporten kan men het zo duur maken als je maar wilt. Maar de jaarcontributie die ligt zo rond de 100 euro, inclusief de afdracht aan de KNSA-bond. Een wedstrijdwapen hoef je niet aan te schaffen, deze kan je bij de club lenen. Om te kijken of de schietsport iets voor u is, mag je het gratis een keer komen proberen. We schieten elke dinsdag vanaf 7:30 en elke laatste donderdag van de maand trainen we in de WIS. Kijk voor meer informatie op onze website www.svroosje.langeboom.eu. Graag verwelkomen we jullie op onze gezellige schietavond. De geweren hebben niet veel onderhoud nodig na het schieten. Een kleine poetsbeurt voordat het opgeborgen wordt, is voldoende. En dit was alweer de laatste uitzending van 2014. Rest mij u te wijzen op het volgende. Zondag 4 januari brengt de lokale Omroep Mil op tv een terugblik van hoogtepunten van het jaar 2014. En zondag 11 januari zenden wij een special uit van de Vrienden van Amasitia Live. Rest mij een hele fijne jaarwisseling toe te wensen en graag zien we u terug bij de uitzending van januari.